Van Olivier in het wild. We zijn vandaag weer terug op de plek waar ik laatste keer dus sprinkhanen heb gezocht. We hebben hier dus diverse soorten sprinkhanen. En we gaan nu kijken of we al een volwassen exemplaar kunnen komen. We hebben natuurlijk al heel veel jong sprinkhanen gezien. In de laatste tijd heb ik ook wat volwassen exemplaar gezien. Ik wil nu kijken of we wat groter kunnen tegenkomen. Dus we gaan eerst even hier zoeken. Ik kijk altijd naar de grond, jongens. Ik zet daar wat wegspringen. Het is allemaal klein. Allemaal kleine sprinkhaantjes hier. Wij gaan een beetje op zoek naar de reusachtige grote. Want ik hoorde net al iets heel groots. Kijk, je ziet hier van alles wegspringen, jongens. Dus een, alles springt hier van alles weg. Maar goed. Maar dat is niet het diersoort waarvoor we zijn gekomen. We gaan op zoek naar een heel groot insect trouwens. Oh, jongens, ik zie er één. Bijna grootst. Een van de grootste dieren van Nederland. Grootste insecten van Nederland. Hij zit hier. Het is ook een precies dier dat ik zoek. Oh, jongens, hij is. Ik zal proberen of ik kan pakken. Die twee exemplaren. Drie. Ik ga toch maar voor deze twee hiervoor. Snel, voordat hij weggaat. Ja, daar is hij. Kom maar. Kom. Doe niks. Ik doe niks. Rustig op mijn hand komt, dus er zo even bij. Oh. Jongens, ik moet toch even mijn handen gebruiken. Jongens, het is me net gelukt om dit mooie exemplaar te vangen. Ik heb ook wat publiek omheen, maar ik denk niet dat die op de camera willen. Want nee. Het is allemaal voor YouTube. Dus, bij jou op de camera? Nee. Ja. Dit is een, jongens, dit is een van de. Nee, verdomme. Jan. Ja, hij vloog net weg. Jongens, wat ik wil vertellen is, dit is een grote groene sabelsprinkhaan. Dit is een van de grootste sprinkhanen van ons land. Ook een van de grootste en bekendste insecten. Dit dier was ik heel erg op zoek naar. Want in het begin kwam ik alleen exemplaren tegen die dus geen vleugels hadden. Dit exemplaar heeft wel vleugels. En het is een heel mooi mannetje. Prachtig mannetje. Hij is ongeveer, zullen we schatten, rond de... Zeg maar rond de 7 centimeter groot of zo? Ja, 5 zou ik zeggen. Ja, 5. De lichaampje is ongeveer... Ja, 5. Oké. Okay. 6, 9. 5, 2. 5 centimeter groot dan. Je hebt hier achter nog bijna heel veel vol. Ja. Oh, laat hem maar gaan, anders... Ja. Oh, mooi, als hij vliegt ook al. Ja. Nou, heel erg geleerd, hè? Ja. Hoe heet je YouTube-kanaal? Christian Olivier. Christian. Kijk, ik heb net... heel veel uitleg gegeven aan wat mensen. Die waren ook heel enthousiast en dat is wel leuk. Dus de grote groene sabelsprinkhaan. Ik ga kijken of ik er nog... Hoe is dat? Ja. Nog één. Ik zie van alles hier bewegen, jongens. Je ziet echt van allerlei sprinkhaan die wegspringen. Maar als je ziet, is het een ander verhaal. We gaan nog op zoek naar nog een exemplaar. Want ik zag net heel veel exemplaren weglopen. Ja, het gaat dus om de grote groene sabelsprinkhaan. Dat is dus een van de grootste sprinkhaan in Nederland. We gaan nu proberen een wat betere scène van te schieten. Want het is zo van, het is een beetje, het was niet helemaal goed omdat mijn vader steeds de camera uitdeed. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon kijken voor nog een exemplaar. Christian Olivier, we doen er nog niet mee. Echt om goed een sabelsprinkhaan te vangen. Maar dat komt wel. We lopen nu even naar de achterkant van de plek hier. Dat hier ook wat te groot zit. Je weet maar nooit. Even hier doorheen lopen, want ik heb hier ook nog wat sprinkhaan gehoord hier. Ik ben ook van alles aan het hebben hoor. Maar als je op dit moment niks bewegen, hier staat ook heel veel wind. Je moet gewoon een beetje goed op de plekken kijken. Zoals deze hier bijvoorbeeld. Ja, sabelsprinkhaan jongens. Zie je gelijk al eens een eentje hier. Twee. Nee, één zullen zien. Voor zo'n plaat heb je zeg. Je zit op de kamer. Hier kom jij. Hier komen. God. Twee jongens, twee. Dit is even een beetje raar zo te zien. Twee exemplaren hier. Daar. Hier nog eentje. Kom hier.
verdomme. Ze moeilijk steeds. En ik snap het wel, want ze denken van, ik ken er van een groot roodje ben die ze wil opeten natuurlijk. Dus dan stoppen ze helemaal in het gasje. Kom hier. Hoe kom jij? Hier doe je niks. Want meeweten is alles wel zo weer voorbij. Zo. Zo jongens. Dit is nou een van de grootste, gaafste en meest mooiste insecten van ons land, vind ik. De grote groene vliegende sabelspinkhaan. Heel mooi hier met zijn vleugeltjes. Kom, ik doe je niks, jongen. Rustig aan doet, is alles zo. Goed jongens, de grote groene sabelspinkhaan is dus een van onze grootste insecten van ons land. Ik heb hem een beetje neergezet, dat je hem wat beter kan zien. Dit is dus een van de grootste insecten van ons land, jongens. Dit is een van de grootste insecten van ons land. Dit is een mannetje, zoals je kan zien. De mannetjes zijn vaak wat kleiner dan de vrouwtjes. Vrouwtjes zijn nogal vaak wat forser, merk ik. Ik zag in mijn ogen zag ik er nog eentje weggaan. Maar goed, deze sprinkhaan, het zijn roofdieren. Het is wel heel bijzonder, want je zou denken van, dat wel of geen roofdier is. Maar deze jongens kunnen echt zo fantastisch mooi groot worden. Ik hou echt van sprinkhaan, jongens. Zeker omdat ze zo fantastisch mooi groot kunnen worden hier. Een prachtig mooi dier. Die laten we lekker met rust. Die gaat lekker daar zitten, want ik zag hier nog een beweging. Fantastisch! Moet je kijken hoe groot die is. Dit is gewoon fantastisch mooi. Kijken of hij mijn vinger komt. Oh ja, hij komt. Wow! Dan gaat hij gewoon. Hey, echt van het leven hier zoveel sabelspinkhanen, jongens. Dat is gewoon niet. Ja, ik wil hier eigenlijk gewoon het liefst de hele dag blijven. Dat hij zo mooi is. Zeker, ja, dit exemplaar is wat groter. Schat rond de, deze zou zo rond de 6 centimeter kunnen zijn, hoor. Kijk, heel bekend. Dan gaat hij op de camera zitten. En hij vloog net van mijn schouder. Het zou gewoon een van mijn leukste dieren blijven. Ik ga er niet steeds naar mijn hand. Ik vind je ook heel leuk, maar ik ga maar lekker hier op het randje zitten. Kijk gewoon hoe groot en mooi hij is. Die bruine streep die over zijn heen loopt speelt ook een rol in de camouflage. Die lange voelsprieten om prooi en vijand te ontdekken. En ja, tenslotte nog zijn groene vleugels. Ja, die zijn mooi. Wat gaan we doen? Wat in de hoogste. Word jij mijn nieuwe dier? Wat is je nou weer? Spring aan nemen, net jongens. Wat is hij nou? Goed, meestal vind je sabelspinkhanen dus in het hoge gras. Deze zit gewoon op een zandhoop hier. Nou, zat op een zandhoop toen hij mij zag. Wauw, vrouwtje jongens, het is een vrouwtje. Nog een fors vrouwtje ook. Ik pak mijn sprinkhaan niet altijd zo snel op deze manier, maar wat ik je wil laten zien is allereerst dat ze zo erg reusachtig groot is en moet je die kaken zien, perfect voor het grijpen van prooi, zoals andere sprinkhanen, ze eten zelfs hun eigen soortgenoten op, heb ik wel eens gezien, dus ze zijn nog ook kannibalen ook nog. Goed, het gaat er mee om, vrouwtjes, je ziet hier dat stekelige ding hier beneden. De voor- en achtervleugels. Dit hier jongens is een legboor. Legboor. Is een beetje losdrukken. Maar wat doet ze nou met zo'n legboor?
legborden leggen ze eitjes mee. Vaak verwarren mensen vanuit de naam sabelspink aan. Mensen denken dat dit een iets om is om te steken, maar dit is feitelijk om eitjes mee te leggen. Vandaar de naam sabelspink aan. En dit is de grote groene sabelspink. Je hebt ook de kleine groene sabelspink aan. Even los te rukken. Ik laat hem dan meteen op mijn hand blijven. Jongens, een andere grote insect hier. Daar zit hij. De blauwe die bel. Goeie. Kijk, goeie dag zeg. Dit is ook een van de grootste insecten van het land hoor. Dit is een die bellen. Ik weet niet wat voor soort, want ik heb wel weinig verstand van die bellen zoeken, maar dit is wel een huge exemplaar zeg. Nee, we gaan nu weg hè. We hebben elkaar net ontmoet. Even kijken. Er is misschien de spanwijdte van twee sabelspinkhanen bij elkaar. Zo groot te zien. En deze kunnen ook bijten hoor, dus don't underestimate them. Ik ga even een paar foto's van ze maken. Want het is wel een mooie soort. Hey jongens, ik moet zeggen dat het echt prachtig mooi insect is. Dit is echt gewoon fantastisch mooi. Dus ik kijk nog recht in de camera. Dit is echt een van de mooiste insecten. Dat vond ik nou het mooiste. Het wegvliegen. Het is een zeer prachtig mooi dier, jongens, waar ik echt ontzettend veel respect voor heb. En we gaan hier vaker weer terugkomen. Het is gewoon fantastisch mooi. Ik hoor nu ook wat meer exemplaren omheen. En we gaan nu even een stukje wandelen, denk ik zo. Zo, helaas zijn we geen hagedissen tegengekomen of andere diersoorten zoals herten of Schotse hooglanders. Helaas niet gezien. Maar goed, dat is jammer. Maar goed, kom wel een andere keer, jongens. Het was wel leuk om weer even de sabelspinkhaan te zien. En ik ga hierbij ook de vlog weer afsluiten. Dit was Christian en Olivier weer. Vergeet niet even te abonneren en te liken, sorry voor mijn boer. Als je het leuk vindt. En ik wil je ook hartelijk bedanken hier voor vliegen. Vliegt hij uit de camera gekomen. Hartelijk bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe vlog van Christian Olivier. Tot snel weer en bedankt voor het kijken. Yeah.